Ja, Mounir, shirt van Excelsior aan. Had je al een tijdje aan, maar nu officieel getekend. Een gelukkig mens. Ja, dat zeker. Zeker. Ik heb net vanmorgen mijn aantekening gezet onder een contract. Dus ik ben blij dat ik hier lekker weer kan voetballen. Ja, jullie zouden het gaan aankijken. Hè? Volgens mij is het nog wel redelijk snel gegaan. Ja, klopt. Ik denk dat ik hier 2,5 week ben. En we waren er ook vrij snel uit. Dus dat is mooi. Ik heb er zin in om weer te beginnen bij mijn oude club. Ja, volgens mij zijn de financiën en de duur van het contract was niet echt een issue. Hè? Het was voornamelijk het idee, kan je nog van waarde zijn voor dit Excelsior? Ja, precies. Daar ging het voornamelijk om. Zij wilden kijken of ik fit was en of ik van waarde kon zijn. Dat hebben ze gezien. Vandaar dat het heel snel is gegaan eigenlijk. Ja, echte rasvoetballers als jij, die verleren het nooit, volgens mij. Maar hoe belangrijk is dat dan dat je echt fit en afgetraind bent om te laten zien hoe goed je bent? Nee, dat is heel belangrijk. Ik denk dat dat de basis is. Ik denk, als je lichamelijk niet fit bent, dat je dan heel veel moeilijkheden hebt op het veld. En ook blessures en dat soort dingen. Dus lichamelijk moet je sowieso wel fit zijn, dat is de basis. En dan moet je nog natuurlijk met het team gaan trainen. En straks weer wedstrijdritme opbouwen. Dus ik denk dat we dat rustig gaan moeten opbouwen. Ja, want we hebben bij Feyenoord gezien, een generatiegenoot van jou, Robin van Persie, hier ook uit de buurt. Die kwam halverwege bij Feyenoord binnen, had de tijd niet gespeeld en had heel veel moeite om aan te haken. Ben je ook niet bang dat dat ook gaat gebeuren? Ja, nee, dat is ook zo. Kijk, als je laat aansluit bij een team, dan heb je toch een hele voorbereiding zeg maar, gemist. En nu valt het bij mij een beetje mee, denk ik. Omdat het, ik heb wel vorig seizoen gewoon de laatste wedstrijd van de competitie heb ik gewoon 90 minuten gespeeld. Het is nu ongeveer denk ik 3,5 of 4 maanden geleden. Dus ja, dat valt mee. Het is iets beter als dat je in het midden van het seizoen instapt. Dus wat dat betreft is het wat positiever. Alleen ja, je moet wel rustig opbouwen. Want ik heb natuurlijk wel een hele voorbereiding gemist met een team. Dus, Dat had je in principe natuurlijk ook mee kunnen doen, hè, bij Excelsior. Maar ja, we hebben natuurlijk verhalen. Ik heb verhalen ook gelezen. Ik heb jou ook bij een Marokkaanse club, hè, technisch directeur. En dat verhaal kennen we inmiddels, dat niet waar was. Maar je had ook bij Excelsior de voorbereiding mee kunnen doen. Wanneer besloot je dan voor jezelf dat je weer ging voetballen? Nee, dat was ook de bedoeling. Ik had al wat eerder via contact opgenomen met Excelsior om al gelijk vanaf de voorbereiding hier mee te draaien. Alleen toen was het niet mogelijk. Dus, wat was daar de reden van? Nee, dat weet ik niet. Het was niet mogelijk. Dus, maar dat geeft ook niet. Dat is wel jammer. Alleen het is nu. Nu ben ik hier en we hebben getekend en ik heb er zin in. Dus. Kun jij toevoegen? Ik denk dat ik gewoon zo goed mogelijk wil presteren en wil laten zien wat ik altijd laat zien en wat ik kan laten zien. Dus zo belangrijk mogelijk zijn voor het team. En zie jij ook een rol voor jezelf? Misschien dat je niet alles gaat spelen, misschien dat je niet altijd 90 minuten gaat spelen, maar ook gewoon een rol als pinchhitter. Zie je dat zitten? Ja, nee, ik ben niet zo goed met die termen. Ik ben ook niet zo goed in die dingen. Ik ben hier om zo goed mogelijk te presteren. En dat soort dingen, dat laat ik aan de trainer over. Ik train elke dag 100% en dan zien we het wel. Nee, maar ik bedoel meer van als jij over 10 wedstrijden bijvoorbeeld nog steeds op de bank zit. En je moet het doen met invalbeurtjes van 15 minuten als Excelsior achter staat bijvoorbeeld. Als jouw fysieke gesteldheid dat niet aan kan. Vind je dat prima of zeg je dan van even goede vrienden, ik stop ermee? Oh nee. Ik wil nog zo lang mogelijk doorvoetballen. Dus dat net wat ik net zei, dat laat ik aan de trainer over. Als ik nodig ben, dan zal ik alles laten zien. Heerenveen komt denk ik te vroeg. Ik sprak met Adrie Poldervaart ook en die zei ja, dat is nog ook een beetje gedoe met FC Twente. Wanneer verwacht jij erbij te zijn?
Ik weet niet. Ik hoop zo snel mogelijk. Dus als het aan mij ligt, zo snel mogelijk. Maar de trainer die maakt de keuzes daarin. En volgens mij moet het een en ander nog geregeld worden met Twente. Dus we gaan het zien hoe snel dat kan zijn. Wat vind je van de trend? Hè? Dat heel veel spelers terugkeren in de Eredivisie. Jij dan bij je club, Excelsior, Van Persie hebben gezien. Blind. Drenthe dan niet bij zijn oude club, maar wel hè, in Nederland. Is dat een goede ontwikkeling? Ja, ik vind het van wel. Ik denk dat de competitie daardoor niet achteruit gaat. Ik denk dat het alleen maar als kwalitatief goede voetballers terugkeren in de Eredivisie, dat maakt de competitie alleen sterker. Dus, en ik vind het ook wel leuk om die oude jongens weer terug te zien. Dus. Heb je dat nog meegespeeld in jouw hoofd? Van, je ziet bij andere clubs spelers terugkeren van, dan kan ik het ook. Nee, niet echt. Ik kijk meer naar mezelf. Ik heb er gewoon nog hartstikke veel zin in. Om te voetballen en daar kijk ik naar. En, dus vandaar dat ik ook de keuze heb gemaakt om hier te komen trainen. Dus.